Arrestaties, aanklachten, bekentenissen van schuld. Dit was me de week wel. Daarom deze week in de Trump-update aandacht voor het onderzoek van de speciaal aanklager. Ik neem straks de tijdlijn met je door. Wat deden de Russen wanneer? Want dat geeft echt een nieuw inzicht in hun contacten met de Trump-campagne. Maar eerst moet ik je gewoon het verhaal vertellen van de 29-jarige ambitieuze politicoloog. Die in een seizoen van de tv-serie Homeland of the Americans terecht leek te zijn gekomen. Dit is George Papadopoulos. Die naam geeft al aan dat hij van Griekse afkomst is. Afgestudeerd in political science, werkte een tijdje bij de campagne van Republikein Ben Carson... ...vestigde zich in Londen en toen schijnbaar uit het niets verbonden aan de Trump-campagne. In een interview met de Washington Post werd Donald Trump... ...toen nog één van de kandidaten die streden om de Republikeinse nominatie... ...hem werd gevraagd wie zijn eigenlijk uw adviseurs op buitenlands gebied? En hop, daar viel die prachtige, vijflettergrepige naam. George Papadopoulos. Hij uh, is een an oil and energy consultant. Excellent guy. Goeie vent die George. Bij zijn benoeming krijg je te horen van een leidinggevende in de Trump-campagne. De belangrijkste focus van de campagne op buitenlands gebied was een verbeterde Amerikaanse relatie met Rusland. Een week later, onze George is op vakantie in Italië. En hé, hey, wat een toeval. Hij ontmoet een professor uit Londen. Die met hem aan de praat raakt. En allerlei contacten met Rusland toezegt. Nou, dat is handig. Weer een week later, George is terug in Londen, waar hij dan nog woont. En de professor, die na later zou blijken, natuurlijk helemaal geen professor was. Goh, wie had dat kunnen zien aankomen? Die stelt hem voor aan een jonge vrouw die banden met Poetin heeft. Ze wordt omschreven als het nichtje van Vladimir Poetin. Die twee die roepen dat ze een ontmoeting tussen Trump en Poetin kunnen bewerkstelligen. Een beetje expert op buitenlands gebied, wat George toch zegt te zijn... ...die zou weten dat zo'n meeting waarschijnlijk niet goed zou vallen... ...aangezien de VS en Rusland overhoop liggen over de inval in Oekraïne. Maar goed, Papadopoulos zet door, klaarblijkelijk is hij enthousiast gemaakt. En kijk eens, niet veel later, daar zit hij aan tafel met de president zelf. Een gesprek van een uur, samen met andere adviseurs. De jonge George vertelt ter plekke... ...hé hey jongens, ik heb de contacten om een ontmoeting met Poetin te regelen. ...maar daar wordt niet echt op gereageerd. Het was de enige meeting van die groep voor zover bekend... ...maar George blijft wel lekker skypen met die professor... ...en dat zogenaamde nichtje van Vladimir Poetin. Zo'n ontmoeting tussen de twee leiders... ...dat gaat hem niet worden, realiseren zij zich. Maar, ze zeggen wel... ...belastende informatie te hebben over Hillary Clinton... ...en die proberen ze aan George te slijten. Duizenden e-mails, misschien wel van haar zelf. George koppelt het terug aan zijn leidinggevende in de campagne... ...en die zegt... Prima werk. Ga zo door George. Dus niet. Uh, wacht eens even. Waar gaat het hier over? Gestolen e-mails? Gestolen door buitenlanders? Nou, laat ons daar maar verre van houden, want dat is strafbaar. En by the way, zijn die mensen spionnen of zo? Nee, het instinct in de campagne is blijkbaar cool. Dat moeten we doen. We weten hoe het afloopt. Donald Trump wint de verkiezingen. En die George die pruttelt door tot hij op 27 januari van dit jaar wordt ondervraagd door de FBI. En doet wat je natuurlijk nooit moet doen tijdens zo'n nationaal onderzoek: hij liegt. Hij zegt bijvoorbeeld dat die jonge vrouw, dat hij die al kende van voor hij voor de campagne werkte. Nou, de FBI weet al snel dat ze iemand hebben gevonden die ze kunnen gebruiken. En deze zomer wordt hij gearresteerd. En al snel wordt Papadopoulos, hoe noemen ze dat, een meewerkende verdachte. En. Wat houdt dat precies in? What this says to me is that Papadopoulos between July and October was wearing a wire. Misschien stond hij zelfs toe dat de FBI zijn telefoongesprekken met die supervisors in de campagne opnam. Misschien was hij wel het aas om een grotere vis mee te vangen. Het beeld ontstaat van een naïeve jongeman. die eerst door de Russen en later door de FBI wordt gebruikt. Overigens probeert Papadopoulos zijn verhaal te verkopen als boek. Nou, ik denk dat het ook wel met de filmrechten goed gaat komen. Dan nog die tijdlijn waar ik het over had. Want waar past deze toenaderingspoging nou in het bredere verhaal van Russische contacten? Juni 2015. Trump kondigt aan zich kandidaat te stellen voor het Witte Huis. Hij is een van de weinige kandidaten die een milde toon aanslaat tegen Rusland. I say it's better to get along with Russia than not. Will I get along with them? I have no idea. It's very He's a killer though. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why well, you think our country is so innocent? December 2015. Russen betalen generaal Mike Flynn 45.000 dollar. Zet hem op een etentje voor propagandazender RT naast Putin. Die Flynn voegt zich later bij de Trump-campagne. En dat geeft hij niet aan wat hij wel moest doen. Dat hij ingehuurd is door buitenlanders. En dan maart 2016, Paul Manafort voegt zich bij de campagne. Hij wordt later korte tijd de campagne leider. En die ontving door de jaren heen tientallen miljoenen van pro-Putin-Russische oligarchen. Hij adviseert zelfs de pro-Russische president van Oekraïne totdat die man wordt afgezet. Diezelfde maand, maart 2016, wordt Papadopoulos benaderd. In het voorjaar dus al wordt gesproken over de mogelijkheid dat Russen e-mails kunnen leveren. Juni 2016, de zoon van Trump wordt benaderd door een gezamenlijke kennis die zegt dat de Russen belastende info over Clinton kunnen leveren. De reactie van Don Jr. is I love it. Waarmee hij aangeeft open te staan voor gestolen informatie aangeleverd door een land dat vijandig staat tegenover de VS. En op 9 juni vindt er dan een bijzondere ontmoeting plaats. Don Jr., zijn zwager Jared, Manafort en vier Russen. Als die ontmoeting naar buiten komt. Ligt het witte huis dat het gaat over adopties van Russische kinderen door Amerikanen. Pas later geven ze toe dat het ging om democratische e-mails. Really was apparent that that wasn't what the meeting was about. Dus het gaat al maandenlang over e-mails. In juli 2016 komt de eerste lichting van die mails naar buiten via Wikileaks. Mails van de Democratische Partij aan de vooravond van Hillary Clinton's conventie. Getimed voor maximaal effect. Trump vindt het geweldig en roept Rusland op om verder te hacken. Ja, hack alsjeblieft. Kijk of je de mails kan vinden die Clinton had verwijderd. voor ze haar privéserver overdroeg. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30.000. E that are missing. In augustus laat Trump vertrouweling Roger Stone weten dat het volgende slachtoffer van de e mailopenbaring zal zijn Clintons campagnevoorzitter John Podesta. 7 oktober 2016, een maand voor de verkiezingen, komt deze video van Trump naar buiten. En als je een Grab hem bij pussy. I alles doen. Wederom een precisiebombardement, want een uur later, let wel, een uur later, boem, daar landen de e-mails van John Podesta. Maar daar stond misschien niet heel veel schokkends in. Het gaf wel rechtse media een alternatieve verhaallijn om over te praten. Zo deden ze dat, die Russen. Althans, volgens de FBI, want Poetin zelf ontkent natuurlijk. Natuurlijk. Tot zover deze Trump Update. Wij hier, het hele team, vinden het super dat je elke week kijkt. Als je dit interessant vindt, mag ik je dan vragen om het te delen met anderen? Of abonneer je op ons YouTube-kanaal of podcast? En dan mis je geen enkele update. Tot volgende week!